Wist je dat er op dit moment in Nederland 436.000 officiële werklozen zijn? En wist je dat je als je zwanger bent, je niet ontslagen mag worden? Maar ja, je kan natuurlijk moeilijk doorlopend zwanger zijn. Alain, jij helpt mensen bij het vinden van een nieuwe baan. En mensen uit wat voor soort situaties komen voor jou aan tafel te zitten? Nou, bijvoorbeeld na een gedwongen ontslag, dat noemen wij ook placementkandidaten. Maar ook mensen die vastlopen in hun huidige baan. Ook hun begeleiden we naar een andere baan. En mensen die bijvoorbeeld ziek zijn geworden en hun huidige baan past daardoor niet meer. Ik dacht, als je ontslagen wordt, dan ga je naar het UWV, dan krijg je wat geld mee. En zij begeleiden je dan naar een nieuwe baan. Maar is dat niet zo? Nee, is niet meer zo. Vroeger had je bijvoorbeeld het arbeidsbureau. Dat begeleidde je inderdaad wat meer. Maar de begeleidende dienst van het UWV is behoorlijk afgenomen. En op dit moment is het meer een geldverstrekkende instantie geworden. Jij noemde outplacement. Ja. Ik ken de term wel, maar wat is dat? Nou ja, het is maar goed dat je dit inderdaad niet weet. Want dat betekent dat je nog niet eerder ontslagen bent. En dat je verplicht wordt naar iets anders te zoeken. Maar outplacement zegt het al. Out is naar buiten en place is plaatsen. Dus wij helpen kandidaten of mensen die werk zoeken om een andere baan buiten hun huidige werkgever te vinden. Werkt het eigenlijk? Het werkt wel zeker, ja, wel degelijk. Iemand die werkloos is gevonden en die het op eigen kracht doet, van de 100 mensen vindt ongeveer 60% binnen een half jaar een nieuwe baan. Bij een outplacement traject ga je dan wel richting de 90% binnen een half jaar. Dus je vindt eigenlijk sneller, eerder die nieuwe passende baan. Hoe ziet zo'n traject er dan uit? Ik ben ontslagen, ik kom bij jou terecht. Wat staat mij te wachten? Ja, wat er bij jou staat te wachten is dat je dan met mij bijvoorbeeld gesprekken voert. Dan gaan we afscheid nemen van je baan. Het stilstaan bij het verleden, maar vooral doorgaan naar de toekomst. En we gaan je dan helpen door middel van bijvoorbeeld het nakijken van een cv. We helpen je bij het schrijven van goede brieven, maar je krijgt ook training. En daarin leer je onder andere hoe werkt de huidige arbeidsmarkt. En je noemde het ook al, mensen die eigenlijk wel in een baan zitten, maar op zoek zijn naar een ander type werk. Die kunnen ook bij jou terecht? Die kunnen absoluut bij ons terecht komen, ja. Dan gaan we bijvoorbeeld een beroepskeuzetest afnemen. En dan gaan we kijken van wat er dan wel bij je past. Want klaarblijkelijk past datgene wat je op dit moment doet, past niet bij je. Ja, want wat zijn eigenlijk die problemen waar mensen tegenaan lopen bij het vinden van een nieuwe baan? Het is een stuk digitaler geworden. En er worden wat andere eisen bijvoorbeeld aan het cv gesteld. Let bijvoorbeeld op de zoektermen in een cv. Maar ook kijk niet alleen naar gerichte vacatures, maar ook naar vacatures die je niet ziet. Dat noemen we ook wel de onderwater vacatures. Een werkgever is al op zoek naar een werknemer voordat hij de vacature op de website plaatst. Oké, dus je moet eigenlijk zorgen dat je er al bij bent voordat die geplaatst wordt. Ja, dat klopt. Eigenlijk moet je al in gesprek gaan met werkgevers en aangeven dat jij werk zoekt. Maar ook bij werkgevers die dus op dit moment nog geen vacature op hun website hebben staan. En even tot slot, misschien heb je nog een goede tip. Want waar moet nou een goede sollicitant aan voldoen? Als je werkeloos bent, probeer dan niet stil te staan bij het verleden. Dus probeer in de toekomst te kijken en wees vooral positief en actief. Nou, dat klinkt eigenlijk heel logisch.